Hallo iedereen, leuk dat jullie weer gaan meekijken naar deze vlog. Let niet op mij, vandaag heb ik echt zoveel te doen. Ik was afgelopen de 5e jarig geweest, maar ik was zo ziek dat ik dus echt niks gedaan heb behalve op bed gelegen. En ik dacht van, weet je wat, ik ga het lekker zaterdag vieren. Maar bij vieren hoort natuurlijk ook bij een feestje lekker eten. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga lekkere hapjes klaarmaken. Dus ik ben bezig nu met pasteitjes om die klaar te maken. En dan gaan we ook nog eens lumpia's maken. En ik dacht vanmorgen, dan ga ik bakabana klaarmaken. En bami. En rode ovenkip. En ik ben nu alvast zuurgoed aan het snijden. Want dan trekt het gewoon lekker in. En dan heeft het ook een mooi roze kleurtje, want daar hou ik van. En ik slijs lekker lang. Dat vind ik gewoon leuk. Dat vind ik gewoon leuk. Doe gewoon wat je, waar je zin in hebt. Maak het niet moeilijk. Laatst kreeg ik een comment. Ja, ik merk wel dat jij anders kookt dan... wat zei ze nou? Ik weet niet exact te worden, maar in die zin van... dat ik anders kook dan anderen hun staan of zo. Ik dacht, ja... Ik hou niet echt van regels, dus ik kook wat ik lekker vind. Ja, heel simpel. Nou, hier hebben we pasteitjes. En over dat pasteitje doe ik altijd even wat ei. Want dan geeft het zo een mooie glans, weet je. Het hoeft niet hoor, maar ik vind het gewoon leuk om dat te doen. En hier had ik... dus weet je wat ik gedaan heb? Ik had dus één pot, had ik zeg maar pastei... vulling gemaakt. Maar ik heb gewoon de helft ervan heb ik eruit gehaald voor de Surinaamse lumpia's. En ik had geen zin om andere vulling te gebruiken. Dus in dit geval kousenband en dat soort dingen. Ik was daar gewoon veel te moe voor. Ik denk, weet je wat, dag. Die vulling is sowieso lekker. Dus die heb ik gewoon gebruikt. Heb ik alleen, zeg maar, kool erbij gevoegd, zeg maar. En hier heb ik het beslag, want we moeten natuurlijk wel onze eigen, nou ja, deeg maken, hè, voor de lumpia's. Ja, ze bleven even vastplakken, maar dat had ik weer zo gefixt, dus komt wel goed. En het vullen, ja, weet je, ik ben geen held met het vullen van de lumpia's, maar dat zal je zo wel zien. Uiteindelijk is het natuurlijk wel gelukt, maar echt, ik ben daar niet zo'n held in. Maar ja, het gaat toch om de smaak, of niet? Het gaat toch niet om de grootte? Nee, het gaat om de smaak. Nee, oké. Okay. Kijk, ze zijn al gebakken. Kijk, hier en daar waren ze al gebarsten en zo. Maar ja, lekker boeien. En de pastijtjes zijn ook klaar. En dan ga ik morgen weer lekker verder. Nou ben ik helemaal back af, want ik heb de hele dag in de keuken gestaan. Dus ik spreek jullie weer. Toedeloe!